Gelderland is in 2014 gastprovincie van de Dutch Green Building Week. Deze week staat in het teken van de World Green Building Week, waarin wereldwijd het belang van duurzaam bouwen onder de aandacht wordt gebracht. Zo ook in Nederland. Als gastprovincie tijdens deze vierde editie werkt Gelderland nauw samen met Alliander en de gemeente Arnhem en Nijmegen. En verzorgen zij tal van activiteiten zoals het openingscongres dat maandag 22 september plaatsvond. Tijdens eerdere edities van de Dutch Green Building Week spraken onder meer koning Willem-Alexander en Jane Hanley van de World Green Building Council. Deze editie kende opnieuw enkele prominente sprekers die hun visie gaven op duurzaamheid. Dames en heren, van harte welkom op het openingscongres van de Dutch Green Building Week 2014. Jaap, wij kennen elkaar pas een paar jaar, maar je bent bestuurder van de meest grote en toonaangevende concerns geweest op vastgoedgebied. Toch heb je 6 jaar geleden vanuit een soort van garage start-up de Dutch Green Building Council opgericht. Ik zie je bedenkelijk kijken, maar jullie waren toch maar met een paar clubjes. Jullie hadden je niet voor kunnen stellen dat het hier nu zo vol zou zitten. Wat kan je daarover zeggen? Nou, dat laatste klopt. Dit hadden we niet verwacht, maar alle eer komt ook aan andere mensen toe dan aan mijzelf. Want het waren 6 bedrijven die dat destijds opgericht hebben. Ja. En heeft zich ontplooid tot wat we zijn vandaag. Dus alle eer ook aan andere mensen. Annemarie, de Green Buildings Week, wat gaat er allemaal gebeuren? Dit was wel ingestudeerd hoor. Ja, nou, dat is een fantastische week voor de boeg. Natuurlijk naast het openingscongres met 550 aanmeldingen en een enorme wachtlijst ook nog. Is dit het grootste event dat wij als DGBC tot nu toe hebben georganiseerd. Met ook een hele brede, noem het maar even, groep in de zaal. En dat heb je net ook geschetst, eindgebruikers, maar ook aanbieders die elkaar hier ook weten te vinden vanmiddag. We hebben 129 deelnemende organisaties deze week, dus in het hele land. Maar met name natuurlijk in de provincie Gelderland gebeurt er ontzettend veel. En 153 activiteiten. We hebben de festivalkrant in 25.000 exemplaren kunnen verspreiden via de Koolbouw en ik meen ook via de Gelderlandse. En nou, dat vind ik enorme hoogtepunten van deze week. Dames en heren, namens het stadsbestuur van Arnhem wil ik u van harte welkom heten in de grootste en groenste provincie van Nederland. Ik ben er ontzettend trots op dat de provincie Gelderland onze gastvrouw is in de persoon van gedeputeerde Annemiek van Traag. We zijn hier de afgelopen dagen meer in deze bijzondere ruimte geweest. En het heeft alles te maken met de gedenkwaardige dagen van 70 jaar geleden die wij hier hebben herdacht. Waarom is dit evenement zo belangrijk? Omdat we hier allerlei partijen bij elkaar hadden, van aanbieders van duurzaamheid, gemeenten, aan de vraagzijde en natuurlijk gesteund door de provincie Gelderland. We hadden een hele brede groep hier vandaag op bezoek, dus dat is ontzettend belangrijk om te laten zien dat we met elkaar willen samenwerken aan verduurzaming. Ik vind vandaag de dag eigenlijk een hele, hele spannende dag, omdat, en dat is denk ik ook de reden dat we bij elkaar zijn vandaag, het heel duidelijk is dat een oud systeem aan het crashen is. He, dat weten we nu wel. Qua economie, qua energie. En tegelijkertijd, die nieuwe wereld, die moeten we nog een beetje gaan ontdekken. He, die zijn we eigenlijk nog aan het prototypen, om het zo te zeggen. Duurzaamheid is wel iets wat u na aan het hart ligt. Ja, maar eigenlijk al vanuit een soort standaard. Dat je gaat nadenken, hoe krijgt een jellyfish diep onder water licht? He, hoe doet een vuurvliegje dat? Wat kunnen we daarvan leren in plaats van lantaarnpalen gaan uitzetten met z'n allen? Dus het is ontstaan vanuit de fascinatie van de natuur. Het is vanuit een soort irritatie van hoe lomp we eigenlijk nu als mens bewegen, inclusief mezelf. En vanuit daaruit ga je nieuwe dingen maken, nieuwe dingen ontdekken. Ik vind zelf dat je moet beginnen op de Nederlandse markt zelf. Dus in het kader van het energieakkoord zijn er ongeveer 2,5 miljoen woningen die energie-neutraal zou kunnen maken. De investering die je daarvoor moet doen, die wordt terugverdiend via de energierekening. En ja, dat gaat te langzaam. Daar moeten we meer vaart op zetten. En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor kantoorgebouwen. Daar zie je dat zeg maar, de leegstand in de kantorenbouw heeft een drukkend effect op de huurprijzen. En daardoor heb je een belemmering om zeg maar, te investeren in nieuwe kantoren of in
het renoveren van kantoren. En daar moeten we echt wel een paar doorbraken bereiken. Fantastisch om hier aanwezig te zijn. En waarschijnlijk gaat u de grootste tijd van de dag mijn rug zien. En daarvoor alvast mijn excuses. Ook aan jullie trouwens. Fantastisch om hier te zijn bij de Dutch Green Building Week. En ik vond het zo mooi om te lezen dat een van de redenen dat dit bij elkaar komt, is nieuw denken in de bouw. Om te denken wat nodig is, maar ook wat kan. Wij hebben het op school een project gedaan over duurzaamheid. En we zijn op onderzoek geweest aan wat goed en fout was aan duurzaamheid op onze school. Duurzaamheid levert iets heel belangrijks op. Namelijk, als wij goed met de aarde omgaan, dan hebben de kinderen van onze kinderen ook nog een mooie wereld. En dat is heel belangrijk. Ja, die kinderen kwamen vandaag letterlijk weer terug in een dialoogsessie. Hoe was dat om te doen? Ja, geweldig. Wat je ziet is dat je langzamerhand in de tijd zie je, in zo'n drie kwartier zie je dat de volwassenen vanuit de zendstand naar de luisterstand gaan. En dat is natuurlijk wat wij hopen met de kinderen. En dat als je kinderen echt de vragen aanreikt, ze hebben eigenlijk op alles een antwoord. En zij denken natuurlijk in je kunt dit of dat. We zouden dat en dat moeten doen. Als er hier een probleem is, wat is dan de oplossing? En wij grote mensen denken natuurlijk al snel in ja maar of wat niet kan. Hè, geld moet niet in de weg staan voor goede ideeën, zeggen de kinderen. We gaan gewoon een sponsorloop doen. En dan gaan we iemand anders erbij betrekken om het potje geld nog groter te maken. En die mindset, die hebben we volgens mij nodig. Zeker als het gaat om praktische dingen zoals verduurzamen van gebouwen. Ik help kinderen, ik stimuleer scholen en zo om duurzaam te worden. En doe je dat al lang? Zo'n anderhalf jaar nu al. In jouw verleden heb je zowel bij NUOM als bij Shell gewerkt. En daardoor heb je dus ervaring met duurzaamheid, maar ook met kernprocessen die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn. Wat heb je uit die tijd meegenomen waardoor je nu Alliander zo kan opstuwen in de vaart der volkeren? Ik denk dat wat ik uit die tijd vooral meegenomen heb, is dat er eigenlijk gewoon altijd veel meer kan dan je denkt dat mogelijk is. En dat je gewoon heel veel niet weet. Voordat ik bij NUON begon, had ik geen idee wat er allemaal bij kwam kijken om het licht te laten branden en zorgen dat het gas veilig stroomt. Ja. En als je dan in gaat kijken, ja, dan zie je dat er eigenlijk enorm veel mogelijkheden zijn om dat elke dag weer beter te doen. Nou, we hebben als provincie Gelderland duurzaamheid hoog op onze agenda staan. We geven daar ook op allerlei mogelijke manieren invulling aan. Dat doen we niet alleen. Dat doen we onder andere ook met Alliander, waar we intensief mee samenwerken. Maar ook met allerlei andere partijen, ook met de gemeente. En enerzijds heeft het natuurlijk een strategische perspectief. We doen het voor het milieu, we doen het voor de komende generaties, we doen het echt dat soort hogere doelen. Tegelijkertijd proberen we het ook zo concreet mogelijk te maken en proberen we het ook echt te doen. Mm-hmm. En de overheid schittert natuurlijk altijd door baas papier, al dan niet paperless via laptops of iPads, maar heel veel is papier wat wij natuurlijk produceren. Mm-hmm. Tegelijkertijd ben ik zelf heel erg van, laten we het ook gewoon laten zien wat we kunnen doen als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om energietransitie, als het gaat om duurzame gebiedsontwikkeling. Nou, en dat is steeds de uitdaging om het ook toch wel naast dat strategische niveau en de verbinding zoeken met belangrijke partners, toch ook het gewoon daadwerkelijk laten zien wat gebeurt er dan ook in Gelderland als het gaat om duurzaamheid. De zaal is al geleidelijk aan leeggelopen, maar ik wou ook een eigen onderzoekje doen. Zal u wel duidelijk zijn dat ik helemaal geen verstand heb van groen bouwen. Dat is volgens mij ook niet de reden dat ik ben uitgenodigd. Ik word eigenlijk met het klimmende jaar en toenemende mate uitgenodigd om lezingen te houden over onderwerpen waar ik niets van af weet. Dat is in overeenstemming met een bekende wet,
Namelijk dat je vanzelf opstijgt, als je succesvol bent, naar het niveau van je eigen incompetentie. Dus ik word niet uitgenodigd om over groen bouwen te spreken of over andere prachtige onderwerpen. Maar eigenlijk om meestal een soort van ouderwets kritisch licht op te werpen. Ik had bijna gezegd ledlicht op te werpen, maar ik vond dat thema van die groene zonde ook wel aardig, moet ik u zeggen. Toen u werd gebeld om spreker te zijn op dit congres, was u meteen enthousiast? Ik was verbaasd natuurlijk dat ik werd uitgenodigd om te spreken op een congres over groen bouwen, waarvan ik absoluut niets af weet, eerlijk gezegd. En ik woon ook niet in een groene woning. Maar toen liep dat gesprek eigenlijk uit op wat ik al zei, op van hoe kun je het gedrag van mensen veranderen, terwijl ze het eigenlijk zelf niet erg willen. Hoe gaat dat? En toen dacht ik, wat aardig, ik geef de auto als voorbeeld. Veiligheidsgordel wilden we niet dragen. Airbags nergens goed voor. Veiligheidskooi hebben de mensen al helemaal geen verstand van of dat erin zit, ja of nee. En toch zie je dat je daardoor zijn miljoenen mensenlevens gered. Na het openingscongres houden provincie, Alliander en de gemeente Arnhem en Nijmegen tijdens de Dutch Green Building Week nog meer activiteiten. Waaronder het slotevenement op vrijdag 26 september 2014 op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in Nijmegen.